allemaal. Hallo. Dan zijn we weer. Ja. Het is weer de eerste zondag van de maand, dus onze vlog weer. Vlogjes. Vlogjesdag. Nou ja, relaxe zondag met een vlogje. Ja. We hebben deze maand niet zo heel veel op ons lijstje staan, eigenlijk maar één ding. Ja. We zien op Facebook heel veel voorbij komen. Metaal in damp. Ja, het schijnt dus dat je, als je dampt, sommige mensen zeggen dat, of er zijn studies geweest die claimen dat zeg maar metaal van die coils, dat dat in die damp zit. Dat het dus in je longen komt en... Ja, dat je daardoor ziek van wordt. Dat is onzin. De heer Varsalinos, die heeft het al ontkracht, onder andere, en dat soort dingen. Komt erop neer dat ja, er kan een heel klein beetje metaal in die damp zitten, maar... Je moet iets van 100 milliliter e-juice per dag gebruiken om daar ook maar enigszins in de buurt van te komen. Dus dat is een beetje een storm in een glas water. Niemand gebruikt 100 milliliter per dag. Nee, het meeste wat ik iemand heb horen gebruiken is 30 milliliter. Ja. En die dampte meestal met dubbel coils of quattro coils, drippers, megawolken. Ja, zeg maar, het komt er meer, zeg maar, je ademt rond de 17.000 keer per dag. En een gemiddelde damper die lurkt, zeg maar, misschien 500 of 600 keer aan zijn damper per dag. Ja. Mm. Dus dat is best wel onder de limiet, zeg maar. Ja. Het probleem is dat ze, zeg maar, omgevingswaarde, zeg maar, standaarden van omgevingswaarde gebruiken. Voor inhalatie. En dat is een beetje... Dat klopt niet echt. Dat moet je gewoon niet doen. Nee, en ze gebruiken ook de hoeveelheid inhaleringen die je normaal op een dag doet. Gewoon door normaal te ademen. Als dat je dat per dag binnenkrijgt van dampen. Ja, nee. Want je zit niet, zeg maar, 17.000 keer aan je damper te lurken. Dat doet ook niemand. Nee. Dan zou je, zeg maar, elke ademteug... Zou je door je damper heen moeten doen? Ja, ik denk dat niet dat je dan nicotine in je e-vloeistof hebt zitten, want dan ben je zo nikt oud. Nee, inderdaad. Dat is niet realistisch. Nee. Dus als iemand dat zegt, dan is dat gewoon bullshit. Dat kan niet eens. Dat is onmogelijk. Nee. En dan heb ik ook gezien dat als voorbeeld wordt gebruikt, dat soms als je bij sommige coildraad, als je dan zelf coils maakt, dan heb je heel soms wel eens een klein beetje een zwart-grijzige... uitslag op je vingers zit, als ze een beetje zwartig uitslag hebben. Ja. Maar dat is koolstof? Ja, dus zeg maar, ten eerste, je moet niet aan je coils zitten met je klauwen, want er komt er allemaal vet op. Ja, maar ja, als je jezelf aan het coilen bent, dan kan je niet anders. Ja, oké. Maar ja, goed, daarom gloeien ze voor. Daarom brand je ze schoon. Ja. En dan zit dat er niet meer op. Nee, en dat zwarte spul is in principe is dat eigenlijk gewoon een soort koolstof. Het is koolstof wat dus doordat die draad steeds verder gerekt wordt erop komt te zitten. Ja, gewoon even afspoelen, ben je er vanaf. Ja, dus ja, inderdaad als je coil gewoon schoonbrandt. Schoonbranden, afspoelen. Nog een keer schoonbranden. Droogbranden, klaar. Klaar. Ja, dat is het. Dan ben je ook gelijk van het vet wat op je vingers zit af. Ja, en machineolie of wat ook. Op die, als je voorgemaakte coils hebt of zo. Of, ja. Dat is dan weg. Ja, daarom is het gewoon altijd, maakt niet uit. Gewoon altijd als je coil voor het eerst gebruikt, altijd schoonbranden. Daarom heeft ook schoonbranden. Ja, weet je, want dan zit er gewoon niks meer van een fabriek op. Niks meer van je eigen vingers op. Je kan meteen kijken of hij gelijkmatig gloeit en gelijkmatig warm wordt. Ja. En je alle hotspots eruit halen. Dat soort dingen. Inderdaad. En hij wordt schoon, automatisch. Ook een keer. En daarna kan het voor de rest geen kwaad. Nee. Dus dat is echt weer de volgende hetze waarom dampen slecht voor je is. En... Ja, en bij fabriekscoils heb je dat sowieso niet. Wat? Fabriekscoils heb je dat probleem sowieso niet. Metaaldeeltjes of... Het is sowieso dat er vuiligheid... Dingen zijn schoon. Ja, die komen in een luchtdichte verpakking en... Als je dat ook ziet, ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. Dus er zijn van die filmpjes dat vloggers inderdaad ook naar die fabrieken gaan. Nou, die zitten dan echt helemaal van top tot teen in zo'n stofvrij pak. Die moeten door zo'n stofblaastunnel heen om überhaupt bij de fabriek te komen waar de coils gemaakt worden. Ja. Weet je, dat eentje die had, het enige wat je kon zien waren zijn ogen. Omdat hij netje over zijn haar had en een netje over zijn snor en zijn baard. En, Ja, dat slaat nergens op. Dus nee, dat...
Dat is eigenlijk het enige grote onderwerp. Geen vragen van mensen verder. Er was wel iemand die had wat gepost over jouw capo. Ja, nou, ik ben zelf wel tevreden over mijn capo. Alleen ja, het enige nadeel van die capo is gewoon die 4,2 volt limiet. Dus dat je gewoon niet op al te hoge wattages kan dampen. Ik heb er zelf geen probleem mee, want ik damp nooit op zulke hoge wattages. Nee, als je op 50 watt zit, dan is het veel. Ja, ik zit nu momenteel met mijn 0,15 ohm coil, zit ik op, damp ik op 35 watt of zo. 0,3 ohm coil damp ik op 35 watt. En dat vind ik gewoon goed, de smaak is goed en ik heb er zelf geen problemen mee. Maar als je inderdaad gewend bent om heel hoog, op heel hoog wattage te dampen, dus meer als 4,2 volt te gebruiken, ja, dan is het niet echt een mod voor jou. Maar ik vind wel dat die gewoon ja, snel warm wordt en gewoon een goede ramp-up tijd heeft. En ja, je hoeft niet zo heel erg hoog, wattage te dampen om gewoon goede smaak te hebben. Dus ja, ik heb er zelf geen problemen mee. Ik vind het gewoon een goede mod. Ik vind hem gewoon fijn in gebruik. Ik zit gewoon nog steeds op datzelfde dopmod schonkertje. Ja. Die bevalt me prima. En ik heb er nou ook een 20700 batterij voor. Ja. Hoe bevalt die Q16? Tot nu toe nog steeds goed. Ja. Ga je daar nog een dingetje over maken binnenkort? Ja, ik denk volgende week. Volgende week, ja. Heb je dan wel genoeg input? Ja, want ik heb hem afgelopen week natuurlijk helemaal niet gebruikt omdat ik vrij was. En nu heb ik hem eigenlijk vergeten te pakken, want ja, meestal zit hij in mijn jaszak. En ja, dus dat ik ben hem eigenlijk gewoon. Ik wil geef hem nog even een weekje, want ik heb wel al wat puntjes wat ik wel niet fijn vind. En ik doe er van de week ook even een andere vloeistof in, te kijken of het daaraan ligt. Want ik vind af en toe dat de smaak niet zo is. Mm-hmm. Maar ja, ik heb tot nu toe alleen nog maar die Max Apple van Aramax erin zitten. Dus even kijken of het nou aan de vloeistof ligt of viltje onder je bier. Ja. Aan de vloeistof ligt of aan dat het apparaat gewoon niet zo veel smaak geeft. Maar ja, dat horen jullie van mij volgende week. Ja. Voor de rest ben ik van plan de rest van de maand verder te gaan met 50 Shades of Vape. Dus aankomende maand zullen jullie ook Emiel nog één keer voorbij springen, want dan zit ook een koffiesmaak tussen. Nee, ja, niet van koffie. Nee. Je probeert hem al 10 jaar te leren drinken en dat lukt je nog steeds niet. Bijna 11 jaar ondertussen, maar nee. En al 11 jaar. Ja, zoiets. 2007. Ja, je probeert het al 11 jaar. Man, tering, tijd gaat snel. We komen weer 11 jaar met je samen, joh. Ja. Pff, hoe maak ik het met je uit, joh? Je kan het andersom ook vragen. Ja, hoe houden we het met elkaar uit? Ja, veel lol hebben, veel praten. Ja. Hoe is het met de Patreon? Ja, daar had ik daar, met de Patreon, ja. Daar zit ik ook over na te denken. Kijk, we zijn dit kanaal begonnen omdat het ons leuk leek. En omdat er gewoon weinig in Nederlands te vinden is over dampen. Maar we zijn niet om begonnen om, zeg maar, geld mee te verdienen. Nee. Dus aan de ene kant, ik vind het wel gewoon. Ik heb er zelf persoonlijk wel eigenlijk moeite mee om een beetje, zeg maar, soort van te belen. Het voelt voor mij heel erg belen. Je zegt al tegen mij, ja, je moet niet vergeten te zeggen, je moet niet vergeten te zeggen. Maar ik vind het een beetje voelen als belen, zeg maar. Ja, maar dat is het niet. Dat, zeg maar. Ja, we doen het vanuit. We betalen alles zelf. Ja. Maar dat wisten we al toen we hieraan begonnen. Maar natuurlijk willen we wel die mensen daar natuurlijk wel de kans geven om ons te kunnen helpen als ze dat willen. Ja, het is nog steeds niet verplicht. Maar we hebben een Patreon als je ons wil helpen. Vooral voor het aanschaffen van nieuwe beginnersapparatuur. Ja, we dampen al een tijdje. We hebben onze favoriete apparaatjes en we zijn wel een beetje uit van hoe we willen dampen en wat we lekker vinden en om ons in ieder geval van het rook af te houden. Dat is bij ons al gezetteld, maar misschien voor jullie niet. Maar goed, als wij dingen willen voor jullie willen uitproberen, zeg maar, dan is het wel handig als
Als we een beetje hulp krijgen. Ja, want er komen wel elke keer nieuwe apparaat op de markt. En dat is, ja, dat komt toch wel neer op wat interessant is om te reviewen. 1 per 1 à 2 maanden. En ja, als ik af en toe een meevaller heb, dan vind ik het niet erg om wat aan te schaffen. Maar ja, dat ik zit, ja, klinkt stom, maar ik zit zelf ook nog steeds gedeeltelijk in de ziektewet. Dus ik ben ook gekort op mijn salaris. Dus ja, dat helpt ook niet echt mee. Nee, dus als jullie dingen gereviewd willen zien. Maar dat is geen. Dit is echt geen bedelen. Het is nee. Meer van. Hey, wil je meer reviews zien van apparatuur? Dan is er een mogelijkheid om ons daarin te steunen. En ja, anders probeer ik het gewoon zelf. Of ik wel in ieder geval 1 keer in de 3 maanden iets nieuws kan kopen. Kijk, deze dingen zijn niet zo heel erg duur. Dus ja. Ja, maar we moeten het wel kopen. Ja. Dus we kunnen het niet. Van de TPD mogen we geen review samples krijgen, dus dat wordt nee, een... nee, we mogen niet gesponsord worden door bedrijven. Nee. Want anders hadden we dat al gedaan, hadden we echt, we hebben al een paar aanboden gehad. Ja, ja. We krijgen wel aanbod, dus zeg maar, dat is het probleem, maar we moeten het afslaan vanwege de TPD. Ja, want anders kunnen zowel het bedrijf als wij in de problemen komen. Ja, dat willen we niet. Ja, voor ons willen we dat niet, maar we willen het ook zeker niet voor de winkel. Weet je, ja, het is best leuk om reclame voor je winkel te maken. Maar als je daardoor je winkel moet gaan sluiten, ja, dat heeft gewoon geen zin. En juist die webwinkels doen zoveel goeds door mensen te helpen met stoppen met roken, door goede adviezen te geven. Dat wil ik gewoon niet dat ze daardoor in de problemen komen. Nee. Omdat gewoon Europa vindt dat het gewoon schadelijk is voor je, terwijl het niet zo is. Nee. Nee, dus dat. Ja. Dus ja, ik denk wel dat ik het gewoon iets minder ga zeggen. Dat ik gewoon wil zeggen, en we hebben een Patreon. En dan gewoon klaar, weet je, dat ik ga niet meer echt zoiets van, dus als je ons wil steunen, dat ga ik niet meer denken, ga ik niet meer elke video doen. Ja, we kunnen gewoon iedere keer zo'n vlog hebben, kunnen we nog een keertje naar boven halen. Ja, dat is 1 keer in de maand, daar heb ik geen problemen mee, maar ik ga het niet elke, kijk, ik maak 1 à 2 filmpjes per week, probeer 2 te doen. Maar ja, dan, dat is best wel, ja, weet je, ik wil niet zo heel veel meer, weet je, het is onze eigen keuze op dit kanaal hebben. En dan wil ik het gewoon, weet je, ik moet het gewoon proberen zelf te doen. En anders dan gaan we maar gewoon een keertje minder naar de kroeg of zo. Hé. Hey. niet aan mijn bier, hè. Zo vaak gaan we niet naar de kroeg. Nee, dat valt wel mee. Nee, maar dat was het weer voor deze keer. Ja. Zoals ik al eerder zei, jullie zien me binnenkort terug met... mijn eindoordeel over de Just Fock Q16. En ik ga verder met de vloeistoffen van 50 Shades of Vape. En jullie weten het. Stop met roken. En ga dampen. En elke damper is een roker minder. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Abonneer je, druk ook op het belletje, dan krijg je ook een melding als we een nieuw filmpje online hebben staan. Je kan ook reacties hieronder achterlaten, wij reageren redelijk snel. We hebben ook een Facebook en een webpagina, daar ook eens langs. En een Patreon. En we hebben ook een Patreon, zoals we het al eerder over hadden. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Bye bye! Doei.